Ja, die Feyenoorders, ja, die kijken altijd met een schuin oog wat er bij Ajax gebeurt natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus die hebben het allemaal wel gezien met de Sar. Ja, want die zagen wel dat geschutter in de affaire met Nouri. Ja, dat was heel erg pijnlijk. En die hebben ook wel gezien dat hij ruzie kreeg met Peter Bos en die ging weg na een goed seizoen bij Ajax. Ja, en die hebben ook wel gezien dat Bogarde zomaar aan de kant werd gezet zonder enig gevoel en zonder hup, wegwezen jij. En wat dacht je van Vanenburg? Ja, ook zonder enig respect behandeld en wegwezen. En hoe ze die Schreuder hebben laten bungelen. Ja, weet je wel, van oh, gaat hij weg, gaat hij niet weg. En nu weer met Heitinga, oh, bungel. Dat hebben ze heus allemaal wel gezien, hoor. Die Feyenoorders. En ja, die waren daar blij mee. Die dachten, ja, kruk maar door. Daar in Amsterdam. Dat gaat goed. Ja. En wat dacht je van het afgelopen jaar? Want dat is ook een kwaliteit, als je dat kan. Ja, je doet dus mee in de top van Europa. Daar hoor je bij. Hè? En je bent enorm succesvol. En binnen een jaar, hè, is alles weg. Is alles helemaal naar de knoppen. Ja, dat hebben ze in Rotterdam, dachten ze ook van, nou, ga daar rustig mee door, dat gaat lekker. En allemaal onder de leiding van die Sar. Dus, en nou, ja, en nu krijgen ze dan het bericht in Rotterdam en de omgeving en alle Feyenoorders in het land. Sar gaat er vandoor, Sar gaat weg. Ja, opluchting in Amsterdam natuurlijk. Die denken, oh, gelukkig maar, hè, daar zijn we vanaf. Maar niet in Rotterdam, hoor. Nee, die hebben enorm de pest in. Ja, want die dachten bij zichzelf. Ja, kijk, wij houden Slot en wij knallen door. Wij hebben het nu te pakken, het succes. En laat ze dan maar even lekker doorrommelen en doorrotzooien daar in Amsterdam met die Sar. En nou gaat die Sar weg. Nou, vrienden, ik verzeker je. Feyenoorders hebben nu echt de pest in.